Hoe zag jij hem vandaag? Maar je hebt hier natuurlijk vaker aan tafel gezeten om te praten over de oorlog in de Oekraïne en over Zelensky. En dan zie je hem voor het eerst. Hoe zag jij hem binnenkomen? Ja, ik zag een bijzonder vermoeide, misschien zelfs wel uitgeputte man binnenkomen. Onverwacht met een geschreven toespraak in het Engels. Dat zijn we niet van hem gewend. Overal lagen ook koptelefoontjes, dus de zaal is ervan uitgegaan dat het vertaald zou worden. Mm-hmm. En ja, het voelde toch een beetje als een uitvaart. En ik had het onderschat, want als je een toespraak op televisie hoort of je ziet later de highlights, is het anders dan dat je die energie ook echt voelt. Ja, dat was overweldigend. Ja.